Nu gaan we straks werken met US Beef. Ja. En jij bent met Matthijs heerlijk naar Nebraska geweest. Ja. Om hem te laten zien hoe de runderen daar leven. Sjaak is 66 jaar en van jongs af aan al slager. En heeft daardoor natuurlijk ongekend veel ervaring in het slagersvak. In 2014 stond hij voor de keuze. Of zijn slagerij stoppen of een nieuwe bouwen. Hij heeft natuurlijk voor het laatste gekozen. Onderdeel van zijn assortiment is het bijzonder lekkere US beef. Ja, en die runderen die leven hier op de uitgestrekte range in Noord-Amerika. Welkom! Sjaak and Matthijs. Hi Jerry, nice to meet you. Yeah, welcome here in Nebraska where we raise cattle in the USA. Jerry, it's such a huge ranch. How big is it? We run 3,000 cows. Each one of them has a baby calf each year. Yep. Making a total of 6,000. That's over 3.5 acres per calf. How do you raise here the cattle in the United States? Well, we start at birth. Yeah. And we start with good breeding. And then they have access to plenty of grass. We give them plenty of fresh water. Water's abundant here in Nebraska. Yep. We like happy cattle. The calves stay on their mothers, nursing their mother's milk for 6 to 7 months. The last 100 days, we feed them a grain diet. Why is that? That makes for very high quality beef. Wow, that sounds great. That's great. So, Jacques, let's meet the meat. Jacques, dit is natuurlijk fantastisch, hè? Wat een mooie plek, hè? Het is geweldig. Kijk eens naar de weiden waar ze in lopen, de ruimtes die ze hebben. En dat alles vind je natuurlijk terug in de smaak van dat vlees. En ja, wat ze eten, kijk eens om je heen. Ik bedoel, ze kunnen het uitzoeken. Ja. Hè? De mooiste alle grassoorten en eventueel de kruidjes die ertussen zitten. Daarnaast hebben we natuurlijk hier uit de buurt de granen, de mais. Ja, en dat maakt het tot een geweldige smaak van het vlees natuurlijk. En ze hebben het hier fantastisch. Zullen we even wat dichterbij een beetje kijken? Geen stress. Nee, dat is toch heerlijk. Hoe komt die kwaliteit van het vlees hier nou bij jou in de slagerij in Nederland terecht? Nou, het wordt vanuit hier verscheept onder 0 graden naar Nederland toe. Ja. Onderweg krijgt het een natuurlijke rijpingsproces. En door dat rijpingsproces wordt eigenlijk het vlees eigenlijk alleen maar lekkerder. Het wordt alleen maar lekkerder. En malser. En nog malser. En ja, ik voer het merk ABP. Ja. Het voordeel daarvan is dat het hele jaar de omstandigheden voor de runderen hetzelfde zijn. Ja. En ja, dat komt allemaal te goede voor die kwaliteit. Hey Sjaak, wat zie ik daar in mijn ooghoek? Ja, kijk Matthijs, ik heb natuurlijk ook nog wat tiepans voor jou geregeld. Wauw, ja, dit is waar we het voor doen. En hier zie je ook echt duidelijk die marmering. Echt dat klein beetje vet wat smelt in de pan. En dat maakt het vlees ook super lekker van smaak. Toch Sjaak? Ja, kijk, de smaken komen natuurlijk helemaal door. En het is fantastisch mals. Ja. Het smelt gewoon op je tong. Hoe komt dat nou? Dat komt gewoon omdat ze de laatste 3 maanden worden ze bijgevoerd met granen, met mais. Ja. De rust die ze hebben, heel het jaar buiten, geen stallen gezien. En dan krijg je dit resultaat. Nou, Sjaak, ik zeg hup, op de gilde mee. Op de gilde mee en smullen. Ja, lekker smikkelen.